Nog niet zo lang geleden was Ierland een bloeiende economie. Het waren gouden tijden voor het bloemenbedrijf van Anna Finlay. Turnover would have increased, more people would have wear, more people wanted luxury goods. So yes, they would have been good times. Finlay, die bloemen uit Nederland importeert, is door de crisis in problemen gekomen, net als vele andere Ierse ondernemingen. Drastically, we would have had 3 stores and we're now down to 2, so we had to rationalize there. We've halved our employees. We buy less flowers, basically. We just have to make sure that every single cost is justified. De bankencrisis veroorzaakt de grootste problemen voor bedrijven. Vooral kleine ondernemers als Anna Finlay zitten in de knel. If you were to go and ask for an overdraft now at this stage, yeah, I would be very surprised if any small business would be handing out money to you, really. Europa en het IMF sturen nu een team naar Ierland om te kijken hoe ze de bankencrisis kunnen oplossen. Ierland heeft liever geen bemoeienis van buitenaf. Maar volgens Finlay kunnen de Ieren niet al te kieskeurig meer zijn. I think we'd be better to move sooner rather than later and just bite the bullet and get on with it. And make the decisions and say, yes please, we'll accept your help. Maar of die noodhulp er nu komt of niet, bedrijven zoals deze gaan zware jaren tegemoet.